er is gewoon iets fout gegaan. Ik dacht dat oprecht dat ik gewoon heb ingecheckt. Ja. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Ewa, fuck it. Ik heb mijn moeder gebeld om 40 euro te storten. Ja. Ze heeft mijn ding gestort. Ik heb nu netjes betaald. Wil je mij ook nog een boete geven voor dat? Door naar handhavers Kira en Emre van de RET in Rotterdam. Zij controleren vanavond in Burger op vervoersbewijzen. Deze jongen lijkt gezien zijn gedrag zijn zaakjes niet op orde te hebben. Stap in en op het moment dat ik zeg RET kaartcontrole, zie ik een jongen opstaan, gaat naar de deur. En ja, we wilden met de metro mee, hij stapt uit. Ja, dat is voor mij een afwijkend gedrag. Dit is gisteren laatst gebruikt, man. 15,11. Ik kom met de Van Kralingse zoon. Bro, ik zeg heel kijk, als het staat nog vandaag, dan wil ik voor je gaan kijken. Maar de laatste keer is die gebruikt, snap je? Ik ben net ingecheckt bij Kralingse zoon. Oké, nee, maar dit is wat er staat. Als je met een andere kaart hebt, wil ik voor je controleren. Maar ik deze laat. Ik heb een nieuwe OV. Nee, deze is niet ingecheckt, dus dan krijgen we wel bekeuring. Voor wat? Voor het niet hebben van een geldig gevoelswijs. Mag ik kijken? Ja, tuurlijk. We kunnen uitchecken voor je. Check eens. In. Kan niet. En ik kan hem weer voor hier uitchecken, gaat er geen geld weg. Maar nu heb ik geen geldig gevoelswijs, krijg ik een bekeuring. Snap je? En dan ga ik hem controleren. Geeft hij nog aan van dat hij is ingecheckt? Wat niet zo is. Ja, 1 plus 1 is 2. Je stapt uit en je bent niet ingecheckt. Ja, dat zegt al genoeg. Dus het verhaal daarachter. Hoor ik wel aan, maar voor mij is het wel duidelijk. Maar ik heb gewoon saldo. Ja, maar chef, luister. Kijk, als je saldo hebt en je gebruikt hem niet, dan ben je niet ingecheckt en krijg je een bekeuring. Snap je? Dat snap ik. Nee, daarom. Nee, kijk, ik wil niet moeilijk doen. Maar kijk, ik wil je uitleggen, maar je zegt de hele tijd, ik ben ingecheckt. Maar ik ben ingecheckt bij Kralingse Zoon. Ik kom net van Bali, ik balie bij Kralingse Zoon. Kan je in die gegevens, broer? Kan je kijken hoe... Bro, ik check altijd in en uit bij Kralingse Zoon. Bro, ik rijd altijd door groen. Maar één keer door rood krijg ik ook een bekeuring als ik flits. Maar kijk, kijk, ga je nog één keer laten zien. Ja? Ik neem de moeite voor jou om twee keer te doen, ja? Kijk. Dit apparaat liegt niet. Dus ga je iemand regelen die je ID brengt? 40 euro? Of moet ik de politie roepen? Dan kan je worden aangehouden. De jongeman zegt geen ID-bewijs bij zich te hebben. En ook dat is een probleem. Ik weet niet wie je kan bellen of je alleen woont of iemand thuis is die het kan brengen. Ik weet dat niet. Ik vraag het aan jou. Snap je? Ik geef je opties. Dus niemand kan je ID brengen? Kan iemand 40 euro brengen? Want als je wordt aangehouden, krijg je 54 euro bekeuring en 104 euro voor die ID. Dan gaan we naar het politiebureau. Totdat die ID daar komt, ga je daar blijven. Het is bijna 9 uur. Het is een grote kans dat je dan ochtend weer weggaat, snap je? Hij had geen ID bij zich, dus ik geef hem de optie van... je kan je moeder even bellen. Misschien dat iemand een ID kan brengen. Of even voorschieten. Is er iemand thuis? Ja, mama. Bel haar even. Mag haar sowieso niet brengen. Bel haar gewoon even. Vraag het. Ik heb mijn maat, ga mijn al stuurt ze een foto door. Kan toch? Bel haar even en vraag of ze dat kan doen. Het is niet rechtsgeldig, maar ze kunnen je wel meer helpen. En dan... hele politiegedoe kan dan achterwege blijven. Ja, toch? Ja? Vraag even om foto's voor en achterkant. De jongeman besluit zijn boete direct te pinnen en vindt dan toch ineens een ID-bewijs. Gaat hij niet? De eerste keer was de pincode niet goed, de tweede keer is er iets anders aan de hand. Wil je even nog een keer proberen? Kan je voor mij 30 euro doen, dan geef je 10 euro contant. Hoeveel? 30 euro en 10 euro contant. De boete voor het zwartrijden is direct betaald en dat scheelt hem 13 euro. Maar dan is er nog de kwestie van het ID-bewijs. Daar is herhaaldelijk naar gevraagd, maar de jongeman deed weinig moeite die te tonen en zei zelfs het niet bij zich te hebben. Nu hij na een hoop gedoe per toeval zijn ID-bewijs alsnog vindt, is dat voor Emre te laat. Het niet op eerste vordering tonen van een ID-bewijs is daarbij ook strafbaar. Bro, luister. Ja. Ik heb politie gebeld. Ja. Ik heb hier een kwartier met je gestaan. Klopt. Dus die bekeuring ontvang je thuis. Ja. Dit is je ID. Ja. Alsjeblieft. Mijn geduld was ook op een gegeven moment op. En ik heb hem heel veel gelegenheden gegeven om onder de bekeuring uit te komen, zeg maar, voor het wit ID. Dat is alles klaar, toch? Nou, die andere kreeg thuis. Voor wat? Voor het niet op eerste vordering je ID geven. Bro, ik heb 100 pasjes. Ik zag je hebt zelf gezien, ik heb mijn pinpas gepakt. Ik heb je mijn ID gegeven. Ja. Dan krijg ik nu een boete omdat ik mijn ID niet laat zien. Eerste vordering. Kijk, ik heb politie voorgeroepen. Ik had je moeder eerste keer aan de telefoon. Die heb je niet gegeven. Ja. Om te kijken. Tweede keer heb je haar weer gebeld. Toen heb je hem gevonden. Om te kijken of mijn ID thuis of niet lag. Ja of nee?
Dit is je betalingsbewijs. Oké, maar mag ik uit mijn verdediging wat vertellen? Ik kom net van voetbal, we hebben gewonnen. We hebben een paar biertjes gedronken en zo. Er is gewoon iets fout gegaan. Ik dacht dat oprecht dat ik gewoon heb ingecheckt. Ja. Dat is blijkbaar niet gebeurd. Ewa, fuck it. Ik heb mijn moeder gebeld om 40 euro te storten. Ja. Ze heeft mijn ding gestort. Ik heb nu netjes betaald. Wil je mij ook nog een boete geven voor dat? Ja. Ja. Dat heb ik gegeven. De reden heb ik ook uitgelegd. Ik hoop dat je begrijpt waarom. Want we hebben hier heel lang gestaan met jou. Ik heb de politie moeten roepen voor je. Die moet ik weer afbellen voor je. Nee, die ID heb ik terug toch? Maar die krijg ik thuis opgestuurd. Hij heeft nu 40 euro betaald voor een controlekaart. Als je meteen betaalt, dat is 40 euro. En ja, procesverbaal voor het wet ID is 95 euro plus 9 euro administratiekosten. Ja, die komt dan thuis. De jongeman gedroeg zich erg nonchalant. Hopelijk is hij de volgende keer wat meewerkender. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.